Mijn naam is Ed Spanjaard en ik ben ambassadeur van de stichting Philomela, die nu 10 jaar bestaat. En waarom ben ik ambassadeur? Omdat we in een tijdperk leven in Nederland waar de zorg, de aandacht en de liefde voor klassieke muziek niet meer zo vanzelfsprekend zijn. En waar het makkelijker is om voor een populair en grootschalig iets geld binnen te krijgen dan voor iets verfijnds, iets vernieuwends en iets fantasievols. En dat is nou juist wat Philomela doet. Ze spelen bijvoorbeeld concerten, kleine optredens van zang en piano met uitleg in zorginstellingen. En het komt bijvoorbeeld voor dat iemand die niet meer praten kan na een herseninfarct, maar een grote muzikale liefde en achtergrond heeft, een lied hoort van een Schubert of een componist en daar helemaal weg van is, gelukkig en liefdevol, maar een andere poot van het vindingrijke werk van Philomela is om muziek te combineren met andere kunsten. Dus bijvoorbeeld met een schilder die in een Nederlands museum wordt tentoongesteld. Of met dichters die in een bibliotheek aandacht krijgen. En dan krijg je een vruchtbare en een vindingrijke combinatie van verschillende kunsten. Kan ook dans zijn. En een derde idee wat vaak gerealiseerd wordt is om buiten Europese muziekculturen te verwelkomen en te integreren en af te wisselen met Nederlandse muzici. Philomela drijft organisatorisch voor een groot deel op vrijwilligers, maar ze vinden, en dat is volkomen terecht, dat voor de uitvoeringen waar je goede professionele muzici voor uitkiest, dat die ook fatsoenlijk betaald worden. En het is dus altijd niet zo eenvoudig om de fondsen bij elkaar te krijgen. De ideeën van de artistieke directeur en oprichter Merel Huizinga vind ik sprankelend en fantasievol. En daarom ben ik met overtuiging en plezier ambassadeur geworden van de Stichting Philomela.